Nou, we staan hier bij de bus on tour Meander in Amersfoort, de tweede halte. Je stapte net de bus in en we hebben jou gevraagd naar waar ben je nou op zoek als het gaat over mantelzorgvriendelijk beleid. Je hebt een aantal inzichten aan en je gaat wat dingen doen. Wil je er ons in meenemen? Hoe ben je de bus uitgekomen? Nou, ik vond het gesprek heel waardevol omdat we met allemaal zorgpartners aan tafel zaten en we echt van elkaar konden leren. En een van mijn collega's heeft in haar eigen instelling een verhalenwedstrijd gehouden om de bewustwording op wat mantelzorger zijn betekent te vergroten en om elkaar daarin mee te nemen wat de verhalen zijn van ieder daarin. En dat creëert heel veel bewustwording en gemeenschappelijkheid. En van daaruit kunnen wij misschien in Meander gaan kijken, oké, hoe kunnen we elkaar daarin helpen? Als je bijvoorbeeld mantelzorger bent en je hebt een dienst waardoor je niet om 6 uur thuis kan zijn, maar een collega is wat eerder vrij en kan bijvoorbeeld helpen met avondeten. Ja, wie weet kunnen we elkaar daarin steunen en stapjes verder brengen. Heel mooi. Dus aan de ene kant het bewustzijn om die verhalen te delen. Ook eigenlijk de uitnodiging om überhaupt die verhalen te nemen. Want soms is dat toch best wel een beetje een taboe, hè? Ja. En anderzijds om het meteen praktisch handen en voeten te geven, omdat jullie juist zo'n grote organisatie zijn om daar invulling aan te geven. Ja, die combinatie is denk ik voor Meander heel goed haalbaar als grote instelling. En ik zou graag daar willen kijken of we daar iets voor onze medewerkers kunnen gaan betekenen. Ja, ik denk de eerste vraag die op tafel kwam van een van onze eigen medewerkers was om het mantelzorgspreekuur opnieuw weer in te richten. Dat hebben we eerder een keer gehad. Daar werd wel gebruik van gemaakt, maar eigenlijk onvoldoende. Ons hebben voorgenomen. Daar stond een prachtig mooi blik op de toekomst. En daar hebben we in ieder geval een idee in gedaan om te zorgen dat we over 3 maanden een alternatief voor dat mantelzorgspreekuur in Meander weer hebben opgetuigd. Graag. En dan blikken we hem dan uit om te kijken of het gelukt is. Heel graag. Dankjewel dat je het aangaat. Super inspirerend.